viel me echt zo tegen. Milan is weer terug uit Curaçao. Dat is echt super slecht, het slapen. Rende ik naar zijn kamer. Dat is nu echt mijn go-to kleurtje op het moment. Heel leuk pakken. Milan is weer terug uit Curaçao. Ah. Weer een ochtendje met zijn drietjes. Zo gezellig. Na een week alleen met de kleine boy te zijn geweest. Het is vandaag zaterdag en we hebben een heel lui zaterdagje. Ik denk dat we zo nog even terug in bed gaan. Nog even een klein beetje te doen samen met Eloy. Familie weer hoor. Het tasje is ingepakt. De mannen zijn helemaal aangekleed. Zo, nog nou even een ditje gedaan dus vanmiddag. Heerlijk. Kijk naar dit vestje van Eloy. Ik ben er helemaal verliefd op. Sowieso vind ik zijn outfitje heel leuk vandaag. Het vestje is dus van Mee. Bij Mini. Maar vertel eens even, hoe was Curaçao? Ja, dat was wel te gek hoor. Want het was super spontaan. Ja, ik had zaterdagavond geboekt. Zondagochtend zat ik in het vliegtuig. Maar ik was met Co en met Willem. En Co die komt er dus al heel lang. Hij komt al 10 jaar. Haar vriend komt daar vandaan. Dus die kennen het eiland super goed. En dat was... Oh, dat is super leuk. Ik nog bijna film. Oh, nee, ik film jou. De hele week bestond het allemaal activiteiten. Dus gezwommen, gedoken, of gesnorkeld, jetskis, boot gevaren. Ja, alles ongeveer. Dus super veel activiteiten. Mijn activiteit vorige week was naar de kinderboerderij. Was wel leuk. Dat wel. Is het een leuk eiland om met family naartoe te gaan? Zeker, het is een heel relaxed eiland. En het is niet zo groot. Dus je rijdt gewoon binnen een uurtje van de ene kant naar de andere. Dat is anderhalf uur. Leuk man. Let's go. Ja, hè? Laten we gaan. Ja. Hij zegt nu officieel... Papa. Oh man. Wat er dan door je heen gaat als hij dat voor het eerst echt zegt. Echt gewoon mama. Mama. Mijn mama. Ja. Mama. Zo lief. Echt, hou op. Hey. Hoi. Hey maat. Hallo. Pleisje. We zijn inmiddels alweer een tijdje thuis. En het is bedtijd. Afgelopen paar... nachten gaat het echt super slecht, het slapen. Ik weet niet of jullie dit herkennen, zo rond de 10 maanden. Maar ik heb dus het idee dat hij nu verlatingsangst, dat hij dat nu heel erg heeft. Iedere keer als ik hem in bedje neerleg, dan, nou ja, dan raakt hij gewoon zo in paniek. Gaat hij zo hard huilen en hij wil gewoon echt niet weggelegd worden. Dus ja, de afgelopen avonden heb ik eigenlijk alleen maar met Eloy in mijn armen gelegen. En hij wil ook echt niet 's nachts alleen slapen. Dus hij ligt gewoon letterlijk bovenop om te slapen. Super aanhankelijk. Ja, ik denk dat het een fase is. Het zal vast wel. Dus we gaan het zomaar weer proberen. Dikke dikke fles voor Eloy. Goedemorgen. Ik zit even lekker bij te komen van een korte nacht met Eloy. Dus ik kan wel een lekker bakje gebruiken. Of twee. Speaking of koffie, ik heb een hele leuke gratis actie van Nescafé die ik met jullie mag delen. Zoals jullie weten start ik graag de dag lekker met een kopje koffie op de bank. Maar ook op koffiedates gaan is een grote favoriet van mij. Vooral omdat mijn leven zich natuurlijk voornamelijk online afspeelt, zijn de momenten samen met familie en vrienden juist extra waardevol. Even offline, lekker bijkletsen onder het genot van een bakkie. En daarom vind ik het extra leuk om deze actie met jullie te delen. En dat is het Nescafé Gold kaartje met koffie. Dit kaartje bevat namelijk een uitnodigende quote voor een gouden moment en 2 gratis samples van de Nescafé Gold Coffee Specials. Je kan dit kaartje gratis versturen naar een vriendin om haar uit te nodigen voor een gezellige date om samen een gouden moment te creëren. Wat moet je doen? Kies 1 van de 6 speciaal ontworpen kaartjes. Schrijf een persoonlijke tekst om haar uit te nodigen voor een gouden koffiemoment. Voeg een leuke foto van jullie samen toe om het kaartje nog persoonlijker te maken. En verstuur met 2 gratis samples naar je vriendin. En dat is helemaal gratis. Wil jij samen met een vriendin een gouden moment creëren met Nescafé Gold? Stuur een kaartje met gratis sample via kaartjetekoop.nl/Nescafé. Deel je gouden moment met de hashtag Gouden Moment en tag @NescafeNL in je post. En wie weet maken jullie kans op hele mooie prijzen. Nou, dan ga ik nu lekker naar buiten, want het is heerlijk weer. Ja, even de kou in. Heb ik wel zin in. Frisse neus halen. Lekker ingepakt. Vanochtend gelukkig even ochtend lekker kunnen werken. En Milan is deze week thuis. De hele week. Dus heb ik tijd om daar even lekker aan te zitten. Want volgende week gaat hij weer weg. Gaat hij naar Sicilië toe. Ook weer voor een shoot. Superleuk natuurlijk. Maar dan is het weer gewoon een week
vol alleen maar aandacht aan Ilor geven. Ik dacht, ik laat jullie even snel mijn outfitje zien. Ik heb deze heerlijke teddyjas aan. Deze is van Mango en heb ik via de Weekamp gescoord. Ik zal even kijken als ik hem online zie. Zal ik hem wel even linken hieronder. Maar hij is echt heerlijk warm en zacht. En ik kan nu twinnen met Ilor, want hij heeft natuurlijk ook zo'n lekker berenjasje. En ik heb deze flared legging aan van Sissy Boy. Super mom-proof eigenlijk deze outfit. Met een lekkere oversized trui. Die is van Another Store. Zet ik laatst gelinkt ook op Instagram. Als jullie hem daar trouwens nog niet volgen, zal ik hem wel eventjes mijn naam in beeld zetten. Zou ik super gezellig vinden. Het liefst wordt Ilor gewoon gedragen. Dat vindt hij het allerfijnst. Dikke bier. Heb je tegen hem of heb je tegen mij? Zo'n dag dus. Zo'n dag dus. Je hebt niet helemaal je dag, hè? Ik heb vandaag helemaal niet mijn dag. Alles loopt gewoon mis. Alles? Camera's die zijn niet opgeladen waarmee ik foto's moest maken. De telefoon die valt de hele tijd uit. Ik weet niet, gewoon niet mijn dag. Gewoon onhandig. Maar goed. Verder gaat alles goed. Nu inmiddels alweer 4 uur bijna. Dus deze man die moet een flesje. En dan heb ik natuurlijk over Ilor. En die gaat even dan slapen. Kan ik even alles doen wat ik net heb geshoot voor een campagne. En dan moet ik het opnemen en ik moet nog het editen. Dus ik heb nog best wel dingen die ik moet doen. Dus ik voel me een beetje onrustig. We zijn weer thuis. Het is nu 5:30. En het is donker. Ik moet er echt nog even aan wennen hoor. Hebben jullie dat ook? Hey Cookie. Ik ga lekker de kaarsjes aan doen. Ik heb net alles verstuurd wat ik moest doen. Heel fijn is dat het nu lekker af. Ilor is een mooie toren aan het bouwen. Knap hè dat hij dat zo kan. Zo, dat is knap. Ik heb deze blokken voor hem gekocht via Zilloom. En dat zijn mooie... Oh, oepsie. En dat zijn mama. Onhandige mama, ja. Houten blokken. Ik vind dat zo leuk om daarmee te spelen. Vond het wel een tip. Je hebt ze in kleine variant, maar ook in grote variant. En wij hebben de grote blokken gekocht. Nou, wat wij vanochtend hadden, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ilor wordt eigenlijk altijd wel rond een uur of tussen 7 en 8 wordt hij meestal uit zichzelf wel wakker. Dus ik zet nooit een wekker, want het is helemaal niet nodig, want hij is mijn wekker. Maar vanochtend schrok ik om 9 uur wakker. Rende ik naar zijn kamertje toe, want ik dacht echt, nou, wat is hier aan de hand? Lag hij gewoon nog heerlijk te slapen. En wat het dus is, toen hij een baby, nog echt nog een babytje was, toen had hij wel een speentje. Maar hij was er eigenlijk na een maand of, nou zeg 3. Hier was hij daarop uitgekeken, had helemaal geen opening voor die speen. Nou ja, ik had zoiets van, nou, ik vind het wel prima. Eergisteren was hij aan het spelen. We hebben gewoon zo'n mand met allemaal speelgoed. Onderin die mand lag dus blijkbaar nog een speen van hem. En die stopte hij zo in zijn mond. Ging eraan sabbelen. En hij dacht eigenlijk van, hé, dat is leuk. En sindsdien heeft hij hem gelukkig niet de hele dag in. Pakt hij hem wel op momenten dat hij er gewoon zin in heeft. Zoals als hij in een wandelwagen zit. Ik heb hem dus gisteren toen hij ging slapen, heb ik hem naast zijn hoofdje neergelegd. Ik dacht van ja, als hij wakker wordt en dan zit hij speen, dan vindt hij dat misschien wel lekker. Dan doet hij hem even in. Dat heeft hij dus waarschijnlijk gewoon rond een uur of 7, 8 heeft hij dat gedaan. En toen werd hij pas om 9 uur. Volgens mij was het zelfs 9:30. Tja. Werd hij wakker. En hij is aan het kruipen. Dat kan hij nu inmiddels ook. Nog niet hele lange stukken, maar wel kleine stukjes. Ja. Laat eens zien dat je kruipt. Goed zo. Kijk hoe we gaan. Ik ga even make-up doen en ik dacht, ik laat jullie even zien welke producten ik nu heel graag gebruik. Ik ben altijd met primer. Deze vind ik heel fijn van Charlotte Tilbury. De Brightening Youth Glow. En daarna gebruik ik heel graag deze foundation van Clinique, de Even Better Glow. En ik heb hem in de kleur CN40 Cream Chamois. Ik vind deze echt super fijn. Heel natuurlijk, mooi dekkend. En met echt een mooie glow erin. Ik heb nu net lekker hier gewerkt. Ik moest nog wat dingen versturen. Ik moest nog een video editen. Mailtjes wegwerken. Het is soms echt zo puzzeling. Ik moet gelukkig zijn met z'n tweeën. Waardoor Milan dan met Ilor lekker in de keuken gaat zitten. En een lekker fruithapje of broodje gaat geven. En dat ik dan even geconcentreerd kan werken zonder afgeleid te worden. Of andersom, als Milan wat moet doen. Dus dat is wel echt een ongelofelijke luxe die we hebben natuurlijk. Dat we best tweeën kunnen doen. Daar ben ik heel erg blij om. Maar ja, het is nogmaals, het is echt puzzelen. En heel goed communiceren. Maar tot nu toe gaat het gelukkig wel goed. Ik heb wel een hele fijne opvang nu voor hem. Dus waarschijnlijk gaat hij vanaf december 1 dag in de week naar de crèche. Ik denk dat het heel goed is voor hem. Ik denk dat het goed is voor mij. Dan heb ik ook meer tijd en ruimte. Dan kan hij ook gewoon lekker met andere kindjes leren spelen en delen. Nou ja, ik denk dat het wel een goede voorbereiding is voor hem. We gaan zo meteen even naar de pijp. Moet ik
onderweg nog even wat content schieten. We gaan ook het weekend even doorwerken. Dus dat ik alles af heb, dat ik aanleveren. Zodat ik volgende week me gewoon lekker helemaal kan focussen op Eloy. Wat heb ik nu gedaan? Oh ja, ik gebruik er een concealer van de kliniek ook. Dit is de Airbrush Concealer. En die is echt ook heel fijn. En dit is nu mijn favoriete wenkbrauwpotloodje van NARS, de Brow Perfector. Super dun en fijn. En brengt heel gemakkelijk en zacht aan. Zo. Vinden jullie het ook zo bizar dat het gewoon al november is? Dit jaar, nou ja, is zo ontzettend snel gegaan. Ik kan gewoon niet geloven dat Eloy over een maand, nou een dikke maand, al 1 wordt. Ja! 1! Dit paletje is zo mooi van NARS. Het is ook volgens mij een van de nieuwste collecties. Hij heet Singapore. Ik ga nu deze echt gouden, goudkoperen kleur opdoen. Dit is nu wel echt mijn go-to kleurtje op het moment. Eloy is lekker uitgeslapen. Ook een beetje aan de onderkant. Dan maak ik het net even helemaal af. Dan doe ik een beetje highlighter in de oogjes. Mascara. Deze van Bourjois. De Eye Catching Extreme Volume. Wat is jullie ultieme favoriete mascara? Ik ben wel benieuwd. Laat even weten in de comments. En dan nog genoeg bronzer. Van Charlotte Tilbury. Mijn favoriete make-up. Product. Als ik er eentje nu moet opnoemen, is deze blusher. Dan denk je misschien blusher. Zo saai. Deze is zo mooi. Dit is eentje van Charlotte Tilbury in de kleur Pillow Talk. En ik weet niet, het is gewoon de perfecte kleur blusher vind ik. Super natuurlijk, een beetje zo mooi rozig. En dan hier in het midden zit een highlighter. Dus als je dit dan zo mengt met elkaar. Echt, ja, een hele mooie kleur. Echt de allermooiste blusje die ik ooit heb gebruikt. Ik had een beetje mijn neus. Ja, dat was hem. Dit is mijn go-to make-up lookje van dit moment. Hey, een kleine schatje. Ik heb zo'n Barnsteen kettingje voor hem gekocht. Hij is nu best wel, krijgt best wel wat tandjes volgens mij door. Ik ben heel benieuwd of hij nu iets minder last heeft. Ik vind het zo'n grappig verhaal met die speen. Ik merk echt dat het hem zo ontspant. Dan meestal is het best wel onrustig in de wagen en heeft hij geen zin meer om te zitten. Of dan moeten we hem een snackje geven of moeten we hem weer eruit halen. En nu zijn wij denk ik nou al ruim een uur aan het wandelen. Misschien wel anderhalf. Hij heeft heerlijk geslapen. Hij zit gewoon heerlijk te chillen. Een beetje te sabbelen op dat speentje. Het geeft hem gewoon, het ontspant hem heel erg. Dat vind ik wel heel fijn voor hem. Goed zo. Dankjewel. Oh no. Nee, in je mondje. En dan nu in je mond. Ga ik Eloy pakken? Eloy pakken. Eloy pakken. Klein Indiaan. Gaat Eloy nee. Lekker slapen? Ik hoop het zo. Oh, ik hoop het ook. Mam, je naar bed brengen? Beelden vrijdagavond. Het is ook zo gezellig zo. Ben je nou aan het doen? Ben je morgen niet heel top geslapen hoor, kan ik je niet vertellen. Maar hij is vandaag heel vrolijk en hij is wel lekker een beetje uit kunnen slapen gelukkig. Nu even bijkomen met een bakkie. Ik ken hem inmiddels wel. Ik heb helemaal niet zoveel plannen. Ik ga gewoon even wat vooruitwerken alvast, omdat Milan natuurlijk maandag weggaat. Deze vlog, die jullie nu kijken, tenminste, die komt morgen online. Ik moet ook flink gaan editen vandaag. Even lekker werken dit weekend. Alleen maar leuk. Leuke dingen, leuke projecten. Daar ben ik heel blij om. Leuk, jullie weten hoe gek ik ben op het merk Free People. Ik zie nu dat ze hier met een winkel komen in de Huidenstraat. Volgens mij gaan ze 9 november open. Dit is echt mijn lievelingsgerechten hier op de kaart. Stini met... Ik hoop dat het ook is.
Mama, ik ga even de nageltjes doen. Lekker naar zo. Wat voor kleur zal ik doen? I don't know. Hallo. Ik heb een afspraak om 4. Mooie nageltjes. Wat me dus zo tegenvalt sinds dat wij ouders zijn geworden. Oké, ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Nee, wees maar niet bang. Het kunnen zoveel dingen zijn dan. Het kunnen heel veel dingen zijn. Nee, toch? Nee, totaal niet. Oh. Nee, maar één ding wat me echt tegenvalt... Nou? Is dat gewoon zoveel horecagelegenheden... totaal 0,0 rekening houden met ouders en kinderen dus. Net ook, toen moest ik hem eventjes verschonen. Ik moest hem gewoon echt verschonen. Ik had even geen keus. En dan moet ik hem verschonen in een gang waar iedereen loopt. Daar hadden ze dan net even, nou ja, dan heb ik nog geluk hè. Want dan hebben ze nog wel zo'n verschoonkussen neergezet. Oh. Op een wankeltafeltje. Applaus. Zonder prullenbak of iets. Maar waar iedereen loopt, dus dat vind ik eigenlijk ook wel niet fijn om een kind te verschonen. Dat hebben ze dan wel. Maar in de meeste horecagelegenheden gewoon totaal geen, nou ja, voorzieningen om hem te verschonen. Of hem lekker in een kinderstoel te zetten. Dat valt me echt zo tegen. En ik zal wel eventjes kijken of ik een soort van lijst kan maken met alle zaken die tenten. Het niet hebben. Nee, oh. Die het wel hebben. Dus waar je wel gewoon makkelijk met je kind naartoe kan gaan. Waar je hem gewoon kan verschonen. Ik snap het niet, want het is zo makkelijk. En als we misschien jullie nog tips hebben. In ieder geval, ja, ik spreek nu uit mijn ervaring in Amsterdam. Misschien dat het in andere steden wel een ander verhaal is. Maar hier in Amsterdam is het echt, echt heel slecht. Vlog is af. Zo fijn. 2:30. Dus, ik ga hem nu snel uploaden voor jullie. Zodat hij morgen lekker online staat. En dan ga ik daarna heerlijk slapen, want ik ben kapot. Alrighty. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat vooral even weten wat jullie ervan vonden in de comments. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Het zou ik super leuk vinden als jullie dat zouden doen. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!